eerst als begin misschien, Kate, wat jullie gemaakt hebben, deze nummer 23, is dat een kunstwerk? Ja. 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 Is het, zeg maar, voor jou na afloop een kunstwerk, dat je ernaar kijkt, terugkijkt, of is dat ook de intentie, de bedoeling? Als je begint te maken. Ja, ik denk dat dat onmiddellijk de intentie is. Ja, ja. Altijd al was. Ja, ja. Altijd al was. Ja. Oh, ja. Dus het was eigenlijk niet... Wacht even. Altijd al was met dit werk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Niet bij alle... daar zit een ontwikkeling in, denk ik. En niet bij alle Kirak-afleveringen. Of was het van meet af aan eigenlijk het idee? Of was het eerst meer kunstkritiek? Ja, even denken hoor. Het begon natuurlijk ooit als met een commentaar op het werk van Saskia Noor van Imhoff in De Appel. Toen noemden we onszelf Keeping It Real Art Critics. Ik denk dat het bekritiseren van het werk van Saskia was een begin. En je ontdekt dan onmiddellijk dat je bepaalde dingen, reacties ontlokt. Dat je op een bepaalde manier kunt editen. Dat je begint eigenlijk onmiddellijk na te denken over hoe maak ik dit beter. En je ontdekt ook dat als je dan aan de noemer criticus vast blijft houden, dat je dan heel erg beperkt bent in je mogelijkheden. Terwijl als je dat op een artistieke manier interpreteert, dan, ja, dan kun je echt een eigen kunstvorm ontwikkelen. Ik denk ik denk dat vooral Stefan dat in het begin zag. Ik niet zo. Ik ben misschien iets categorischer. Maar ik denk dat Stefan vanaf het begin inderdaad de intentie had om kunst te maken van wat wij deden, met wat wij deden. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, ja, helder. En dit kunstwerk, nummer 23, wat is dan het kunstwerk? En zeg maar, is het kunstwerk alleen de film van de eerste seconde tot de laatste seconde? Of is dat eigenlijk ook het omveld, zeg maar, wat jullie daarom organiseren? De happenings eromheen, de, zeg maar... Hoort er ook bij, ja. Zeker. Ja, dus de try-out hoort ook bij. Bijvoorbeeld. Ja. 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 Dus het wordt eigenlijk gedeeltelijk een film en gedeeltelijk een happening, kunstwerk. Ik weet niet eens of dat woord bestaat, maar eromheen. Sociaal kunstwerk misschien. Ja, misschien dat ik iets beter je antwoord kan beantwoorden. Of je vraag kan beantwoorden als ik weet waar je heen wil. Want ik weet niet precies. Ja. Ik ben heel benieuwd naar. We hebben een gesprek over kunst. En dus ik ben gewoon benieuwd of je. Of het als gezamtkunstwerk te zien is, zeg maar. Misschien kun je het zien als een soort levenskunstwerk. Ja, precies. Ja. Die camera die stelt je natuurlijk in staat om alles wat er gebeurt te filmen, vast te leggen. En daar dan uiteindelijk iets concreets van te maken. Want je wil natuurlijk sommige dingen vervliegen. Je kan niet alles vangen. En dat betekent zeker niet dat ze niet onderdeel zijn van het kunstwerk. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk de afleveringen. Er zijn de schilderijen van Tariq. En die zijn concreet. Dat zijn kunstwerken. Die kun je zien. Ja. Die zijn tastbaar. Ja. Okay, dus maar al die happenings, dat zijn ook de gelegenheden waarop die films vorm krijgen. Dus die film je en dan... Ja. Dan zet je de volgende stap in de volgende film en je gaat nadenken over wat dat betekent. Ja. Wat bijvoorbeeld inderdaad zo'n film als deze betekent, hoe mensen daarop reageren, is alweer een aanloop naar een volgende film. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja. 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 En de schilderijen ook. En ja. Er zijn verschillende materiële verschijningsvormen ervan, zeg maar, uitvloeisels ervan, maar het hele proces ook. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja. De film heeft best een hoop mensen kwaad gemaakt. Hè? Ik gaf daar net in de inleiding een beetje een weergave van, maar dat was lang niet alles natuurlijk. Nee, jullie maken ook wat mee, kan ik me zo voorstellen, links tot rechts. Valt mee trouwens, dat is heel opvallend altijd bij ons. Wat valt mee? Mensen komen niet zozeer bij ons met hun woede. Dus okay. jullie krijgen dat allemaal over je heen en wij... ja. Ja, ja, oké. Okay. Dat is opvallend. Ja. Ja. Hoe heb jij een verklaring voor? Gissen natuurlijk. Ik denk dat mensen ons niet zien als voor reden vatbaar. En ergens is er bij jullie natuurlijk ook... Als je kritiek op jullie hebt, dan kun je misschien ook...
Jullie stralen natuurlijk ook, jullie zijn een warme plek. Je wil hier komen. Dit is een soort haven voor mensen. Dus mensen die tegen jullie zijn, willen ergens misschien ook een eye over de bol, aandacht, meedoen met het gesprek. Het gesprek aanzwengelen met jullie, zoiets. En met ons, wij krijgen vaak toch bericht van mensen die iets zeggen over de film. Misschien die met ons willen werken of zo. Dus het is dus heel, heel opvallend. Ja, ja. Maar jullie in Antwerpen zoeken ons wel op. Ja, precies. Iemand die met ons wil werken, die komt dan weer bij ons. Ja, 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 ja. Maar, ja, ja, maar de woede en de minder, ken ja. Ik. Ja, oké. Okay. En wat heb je met die... Want wat laten jullie dan zien met die woede, zeg maar, die er zich ontspint of die zich ontvlamt? Heb je het idee dat je daar iets mee laat zien of iets laat zichtbaar worden? De meeste mensen hebben die films nooit gezien. Films van Kierk? Ja, maar dat is ook waar. Maar we gaan even verder praten. Dit hoort namelijk niemand. Dus het, ja. Ja. Sorry, hebben we iets... Ja, het is wel een goede vraag of we daar iets mee willen laten zien. Ja. Met die woede. Nou, ik... Ja, of met die polarisatie of die... Ja, ja. Of we daar iets mee willen laten zien... Ik weet niet of je daar iets mee kunt laten zien. Want het is natuurlijk mooi, die artikelen... Die waarin je eigenlijk al die verschillende eierschalen... waar mensen dan heel voorzichtig optreden... en bang dat het breekt. Welke in de NRC. Dus mensen zijn zich heel erg bewust van de dingen... waar ze zich niet mee kunnen liëren en waarmee wel. Dat zie je terug in die artikelen. Volgens mij is dat interessant om te zien. Maar ik denk zelf ben ik meer geïnteresseerd in het proces waar wij nu bijvoorbeeld in zitten met Juliaan. Of ik ben geïnteresseerd wat er gebeurt als ik weer de rust heb om zelf na te denken. En als ik heel persoonlijk antwoord, dan ben ik daar dus niet zo heel erg in geïnteresseerd. Nee. Want je kan het van tevoren voorspellen en het is mooi dat het gebeurt. Er zit een zekere schoonheid in. Maar ik vind het ook zwaar en vermoeiend. En, Wacht even, maar zeg je nu dat je het inderdaad van tevoren voorspeld hebt, die polarisatie? Dus, en dat het dan ook gebeurt en dat dat op zich een zekere schoonheid heeft? Dus dat het schaakspel wat je opgezet hebt of de gedachtegang, dat die zich ook zo voordoet? Ja. Ja, ja, ja. En dan spreek ik namens het hele team, hè? Dus niet alleen ikzelf. Maar, nee, ja, dat begrijp ik. Ja, 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 daar ga ik vanuit. Ja. Ja. Dus dat jullie een soort, zeg maar, toch een soort analyse hebben gemaakt van als we dit doen, dan komt er een soort polarisatie op gang en dat gebeurt ook, zeg maar. Ja, het is alleen het is niet dat je dat om die reden doet, maar je weet gewoon, dit zijn de verschillende sentimenten en de gevoeligheden waar we nu dus, die we nu voor ons hebben, die nu binnen bereik liggen of die nu aangezet worden. Als je met zit een film gaat maken, ja, dan weet je dat je bepaalde gevoeligheden gaat raken en dat sommige mensen ook inderdaad een soort de dubbelzinnigheid van hun eigen gedachtegoed tegen gaan komen. Ja. Maar omdat mensen dat zelf vaak niet eens daar zelf niet mee bezig zijn. Dus die mannen van middelbare leeftijd die jullie e-mailen of die pakliteur, die is daar zelf helemaal niet mee bezig. Heb je niet dat gotcha moment of zo. Dus niet, dat vindt niet echt plaats nog. Daarom zou het wel interessant zijn geweest om zo iemand uit te nodigen, denk ik, vanavond. Want dat wil je graag. Wat wil je graag? Nou, je wil niet alleen maar iets zeggen over de hypocrisie van Paul Cliteur terwijl hij er niet bij is. Je wilt het in zijn gezicht zeggen. Oh ja, ja. Ik heb hem aan de lijn gehad de afgelopen week vrij vaak. Maar ja. Maar goed, nee, dat begrijp ik, ja. En dan zeg je, daar zit iets van schoonheid in. He, dus dat het zich zo ontvouwt zoals je gedacht hebt. Wat is daar de schoonheid van? Of waarom gebruik je het woord schoonheid? Ja, het is een beetje alsof je ziet die domino steentjes vallen. Ja. En er lijkt dus duidelijk een soort van orde in te bestaan. De wereld is niet chaos, dus orde.
Daarom is het volgens mij mooi. Okay. Omdat je die orde ziet eventjes. Ja. Doordat die wordt ontworteld, hè, of ontwricht. Eventjes. Heel even. Eigenlijk wordt het niet eens ontwricht. Het is een kunstwerk. Dus iedereen denkt dat het ontwricht is, maar dat is niet zo. Maar je ziet wel alles even loskomen van elkaar. Mm-hmm. En dat is volgens mij mooi om te zien. Want je hebt dan even het gevoel dat je ziet hoe alles werkt. En vervolgens kan het ook weer vervallen in zijn eigen chaos. Maar... En welke, je zegt, als je aan die emoties komt, hè, dus die je van tevoren als team, hè, zijn het maar, hè, gaat behandelen. Welke heb je het dan over? Als je aan gaat raken, dus als je Sint-Lucas uitnodigt, dan heb je het over welke gevoelens en emoties in de maatschappij waar je dan zeg maar aan raakt? Je hebt natuurlijk Sits eigen gevoelens. Dus zijn ideeën over liefde vinden, vrouwen. De mensen die hem volgen, die in hem iemand ziet die komt met oplossingen of ideeën over hoe je daarmee om moet gaan, of dat je daar filosofie over schrijft. Over vrouwen en seksualiteit van vrouwen. En specifiek zijn emoties, dus de angst om afgewezen te worden door vrouwen. Oké. Okay. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het antwoord op die. Dat is waar hij voor staat, waar zijn filosofie over gaat. En waar hij ook, als die mannen jou allemaal e-mails sturen, dan nemen ze het voor hem op als zijnde iemand die angst, of het hebben van die angst, verzinnenbeeld. Ja, ja, ja. Heb je het idee dat jullie met dat afrollen van dat patroon of die dominostenen die je meent opgesteld te hebben, of in ieder geval heb zien vallen, dat je daar iets mee... bereikt hebt, of dat je daar een soort verdere polarisatie mee bereikt, of dat je iets van verzoening bereikt, of is er een resultaat, zeg maar? Ja, ik zit er ook nog middenin. Ja. Wat ik volgens mij het mooiste vond, is het stuk wat Sid gisteren heeft gepubliceerd. Dus dat je eigenlijk, want voor ons gaat deze hele strijd, deze discussie, de ophef en al die dingen, het gaat werkelijk over het verdedigen van het maken van het kunstwerk. Dus het eren van dat proces. En dus het moment dat Sid zegt in de film, ik trek mijn toestemming bij deze terug om deze beelden uit te zenden. Dat is ook het moment dat hij wordt afgewezen door Jeannie. Maar, en de impuls van ons is eigenlijk om Sid te houden bij zijn eerste aantrekkingskracht, zijn eerste reden om überhaupt mee te doen in dit project. Namelijk dat hij voelde dat hij iets interessants ging meemaken met Jeannie. En of dat nou wel of niet seksueel was, hij voelde dat. Hij kwam daarop af. En je wil hem er eigenlijk aan houden. Dat je dan dus ook de trots hebt en het eergevoel om de hele rit uit te zitten. Je wil hem houden aan zijn eigen gevoelens over... Nee, eigenlijk zijn verantwoordelijkheid, zijn integriteit als filosoof. Dus als je eenmaal een onderzoek begint en dan komen daar ondervindingen naar voren die misschien niet zijn wat je van tevoren had gehoopt of gedacht, maar wel heel veelzeggend, want dat is altijd zo. Dat je dan niet zegt, ik wil niet meer, ik stop ermee, maar dat je dan zegt, we gaan door. Okay. En als Sid zelf dat niet kan doen op dat moment, houden wij hem eraan. Ja, oké, okay, jullie houden hem daar... En aan zijn filosoofschap. Aan zijn filosoofschap en of hij daarmee te gronde gaat of kapot gemaakt wordt. Dat vinden heel veel mensen dan... heel veel mensen nemen dan die woorden in de mond. Mm-hmm. Ik denk dat dat niet waar is. Het zijn twee verschillende dingen, te gronden gaan of kapot maken. Maar, ja, precies. Nee, ik denk niet dat Sid te gronden gaat. Ik denk ook niet dat hij kapot gemaakt wordt. Ik denk dat hij die rit uit moet zitten. Want dan is hij een filosoof. En ik denk dat hij dat ook bewezen heeft door uiteindelijk dat stuk te schrijven wat hij gisteren heeft geschreven. Dat hij dat ziet. Waarom? Dat hij daarin zegt... dat het in de lijn van zijn werk ligt, wat hij al gedaan heeft. En dat het wel degelijk een filosofisch onderzoek was van hem. En hij richt het woord tot zijn critici, mensen die zeggen, waarom heb je dit toch in godsnaam gedaan, Sid?
En laat eigenlijk zien dat dat een hele vreemde vraag is. Want waarom zou Sid dat in godsnaam niet mogen doen? Ja, dus hij kiest de kant van het was een filosofisch onderzoek. Ja. Ja, en dat vind jij het mooiste? Nou, dat vind ik mooi. Dat vind ik de mooiste uitkomst, ja. En dat doet hij, denk je, omdat jullie hem gedwongen hebben om filosoof te blijven? Ja. Ja, voor zijn eigen bestwil, hebben jullie hem gedwongen? Ja. Nou ja, oké, okay, ja. Ik begrijp het wel, maar interessant. We hebben twee mensen gevraagd, zoals ik net zei. Een daarvan is Linda Duits, hartelijk welkom. Om vanuit hun optiek hier naar het werk te kijken. Ze hebben het werk gezien. Jullie hebben het misschien sommigen wel gezien, anderen niet. Maar het komt hierna nog in beeld, hè, het werk. We hebben het er eerst over. Linda Duits, heel hartelijk welkom. Gespecialiseerd in populaire cultuur, wetenschapper, Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. Hallo allemaal. Je durft toch nog wel, vraagt de redacteur van de Bali bij ons voorgesprek over deze avond. Ze heeft me dan net verteld over de bedreigingen die de medewerkers van de Bali te verstouwen krijgen. Tuurlijk, zeg ik monter. Ik ben al zo vaak gecanceld dat ik wel wat hebben kan. Dat begon toen ik mijn eerste stapjes in de publieke arena zette. Ik ging op Twitter en kwam in gesprek met allerlei mensen buiten de bubbel waar ik als linkse UvA-wetenschapper in zat. Zo gebeurde het dat ik een van de medeoprichters van De Jaap was, de voorloper van het huidige De Post Online. Ik was als adjunct hoofdredacteur verantwoordelijk voor de selectie van stukken en de eindredactie. Ik zeg graag op borrels om mensen te shockeren dat het bestaan van TPO mijn schuld is, om me daar vervolgens voor te excuseren. De bedoeling van De Jaap was een platform zijn waar iedereen ongeacht politieke kleur terecht kon. Voorbijgaan aan het eigen gelijk. Mijn deelname werd niet door iedereen gewaardeerd. Samenwerken met Bert Brussen maakte me de vijand, een linkse moffenhoer, zo je wilt. Ik werd uitgescholden en bedreigd. Het woord werd toen nog niet gebruikt, maar er waren mensen die mij probeerden te cancelen. Let wel, dat was in 2009. Vervolgens polariseerde de maatschappij door. De redactie kreeg ruzie en Twitter veranderde van de gezellige babbelbox die het was in het rioolputje dat nu zo vaak gehekeld wordt. TPO is nu meer voor spatie bij het eigen gelijk. Toen ik er in 2015 stopte als columnist, stopte ook de haatcampagne tegen mij. De haters hadden hun zin door naar de volgende. Op TPO staan al heel lang niet meer alle smaken, tenzij je rechts, rechtser van rechts en het allerrechtst van rechts als verschillende kleuren ziet. Je vindt er nu bijvoorbeeld stukken van Sid Lucassen. Ellenlange epistels die wel wat eindredactie van Linda Duits kunnen gebruiken. Een van zijn stokpaardjes is feministen op stang jagen. Deze Sid Lucassen staat nu in het midden van een controverse gecreëerd door een kunstenaarscollectief. En die controverse is de reden dat we hier vanavond zijn. Ik ben geen kunstcriticus. Ik kan niet zeggen over de waarde van deze film voor de kunst of over de vraag of dit kunst is. Ik heb ook geen oordeel over of deze film moet mogen. Ik sta hier als sociaal wetenschapper, als mediawetenschapper. En mij is gevraagd om vanuit dat perspectief de kwestie te duiden. Lucassen trekt al in de film zijn instemming met deelname in. De makers, collectief Kirak, gaven daaraan geen gehoor. Lucassen zou nu met zware psychische problemen thuis zitten. Zijn geestverwanten, normaal gesproken ridders van het vrije woord, spreken zich uit tegen de vertoning. Geen Stijl, dat eerder had geschreven de beelden uit te zullen zenden, ziet daarvan af. De eerste publieke screening op 8 oktober werd opgetuigd met een spektakel. Ophef gegarandeerd. Julian Andeweg, de kunstenaar die wordt beschuldigd van verkrachting, mishandeling en stalking, werd op een paard gehesen. Uncanceled in de woorden van Kirak. Overigens had ik al voor deze, hoe zou ik het noemen, happening, provocatie, ja gezegd tegen een inleiding deze avond. Inmiddels is iedereen wakker. Feministische groeperingen starten een petitie tegen de verheerlijking van seksueel geweld hier in de Bali. Ze roepen op om de acties van Kirak niet te negeren en verzoeken de Bali stil te staan bij de slachtoffers van seksueel geweld. Kranten pikten het op. Een publicitair zetje, noemt politiek onderzoeker Chris Alberts het op Twitter. Hij schrijft, als Sid Lucassen zichzelf iets aandoet, weet u wie er allemaal medeplichtig zijn.
Het leidt tot een wonderlijk circus. Ineens springen allemaal rechtse mannen op de bres tegen seksueel geweld. Publicist Geerten Waling twitterde verontwaardigd aan linkse activiste Zaire Krieger dat ze, ik citeer, een event wilde cancelen vanwege een figuur die zelf niet eens aanwezig is en niet vanwege het seksuele geweld en de pesterijen tegen Sint-Lucassen die daadwerkelijk in de film centraal staan. Einde citaat. Kirak laat met dit project, dus de film en de provocatie, zien hoe hypocriet gepolariseerde kampen omgaan met de grootse principes waarmee ze schermen. Wellicht heeft de kleine schaal van de Nederlandse publieke arena daar iets mee te maken. Iedereen kent elkaar, de kampen zijn ferm verankerd, loopgraven zijn daar de juiste metafoor voor. Kirak toont de hypocrisie, maar ik zou niet zeggen dat het project die blootlegt. Er sprake van uitlokking. Zowel het uitlokken van rechts met de film als het uitlokken van links door Julian Anderweg op een paard te hijsen. Dat uitlokken van emoties op beeld doet denken aan reality televisie. Daar worden mensen door professionele makers in onechte situaties geplaatst, of dat nou een taartenbakwedstrijd is of een eiland vol geile vrijgezellen, met als doel echte emoties te veroorzaken waar wij als kijkers van kunnen genieten. Ik kijk daar graag naar. Ook al vind ik tegelijkertijd, of liever gezegd, ik weet tegelijkertijd, dat reality televisie nooit op ethisch verantwoorde manier gemaakt kan worden. Deelnemers kunnen van tevoren niet overzien wat de consequenties van hun deelname zijn, omdat televisie er alles aan doet om dat productieproces te verhullen. Bovendien is er sprake van machtsongelijkheid tussen maker en deelnemer, waarbij de ene partij nauwelijks zeggenschap heeft over het eindresultaat. Die zeggenschap is ook Sint-Lucassen ontzegd. Sterker, hij uit zijn bezwaren helder. Dat maakt dat ik niet met plezier, maar met ontzetting naar Honeypot heb gekeken. Seksuele grensoverschrijding is nooit acceptabel, ook niet onder de noemer van kunst. En onder seksuele grensoverschrijding valt ook het delen van seksuele beelden zonder toestemming van de betrokkenen. Ik hoop dat Lucassen aangifte doet, zodat een rechter zich over deze kwestie kan uitspreken. Het lukt me niet om het protest tegen de balie als een vorm van cancelcultuur te zien. Er is immers geen sprake van enige canceling whatsoever. We zijn gewoon hier. Feministen spreken zich met een keurige handtekeningenactie en lawaaidemonstratie uit tegen de normalisering van seksueel geweld. En om iets of iemand te kunnen cancelen is macht nodig. Activisten die kwesties als racisme, seksisme en transfobie aankaarten, hebben die macht niet. De mensen die klagen over cancelcultuur komen steeds met voorbeelden waarbij nader inzien weinig van overblijft. Louis C.K. toert gewoon weer. J.K. Rowling verkocht geen boek minder nadat ze zogenaamd gecanceld was op sociale media. Het aankaarten van zulke kwesties, dus racisme, seksisme, etc., is overigens nuttig en nodig. Ik geef, net als andere wetenschappers, daarom de voorkeur aan de term call-out cultuur. Omdat deze de lading veel beter dekt en aan concepten heb je alleen maar iets als ze goed passen op het fenomeen dat ze moeten duiden. Steeds wanneer het over cancelcultuur gaat, wordt de aandacht afgeleid van waar het daadwerkelijk over zou moeten gaan. Ook hier is dat het geval. We hebben hier vanavond geen gesprek over seksueel geweld. Er is geen analyse over de mechanismen die eraan ten grondslag liggen. En geen uitwisseling van gedachten over mogelijke oplossingen ertegen. In plaats daarvan slaan we een zijspoor in. Lekker meta. Dagbesteding voor een kleine groep opiniemakers en kunstenaars die geen enkele intentie hebben of meer hebben om nader tot elkaar te komen. En zo kent Honeypot van Kirak enkel slachtoffers en verliezers. Dank voor uw aandacht. Dankjewel, Linda Duits. Louter slachtoffers en verliezers. Kate? Louter slachtoffer en verliezers. Ja. Ja, ja, prima. Zo, ik weet niet. Ik denk niet dat als je dat zegt, dat je dan een beeld hebt van de film. Dus daarin lijkt het. Ik heb er niet echt.
Ik hoop ook dat er een rechtszaak komt. Ja, want dan kunnen we het daarover hebben. Hoe dat zit. Wat zijn de grenzen? Dat gesprek. Volgens mij is deze avond ook nog niet voorbij. Dus dat gesprek dat jij graag wil voeren. Dat zou best nog eens daarvan kunnen komen. En ik denk dat die film daar ook wel aanleiding toe biedt. Ja. Ja. Een rechtszaak. Je hoopt ook dat er rechts van komen. Want dan wordt het spel weer verder gevoerd. Of dan worden dingen duidelijk. Linda Duits vraagt zich een paar dingen af over, kan dit wel? Dit kan eigenlijk niet, hè, zegt zij op bepaalde momenten. Vind jij een rechtszaak een goede zaak omdat dan het proces verder gaat wat jullie, hè, van het ene naar het andere voert? En dat onderzoek, of omdat het dan helder wordt wat je wel mag en niet mag? Nou, ik wil daarmee zeggen dat ik denk dat als het ervan komt, dan is dat interessant. Ja. Dus het is niet iets wat je... Als je dat tegen mij als maker zegt, als een soort van zwaard van Damocles dat boven ons hangt, omdat wij zoiets slechts hebben gedaan, zo zie ik het niet. Nee. Ik denk dat als het ervan komt, dan sta ik gewoon achter die film. En dan denk ik dat de uitkomst interessant zou zijn, wat die ook is. Mm-hmm. Heb ik nog geen... Ja. Ja. Ja, en jullie deden natuurlijk op 8 oktober, hè, waar Linda Duits over het heeft nodig jullie aan een andere weg uit, hè, om op een paard te komen zitten. Mm-hmm. Door 20 vrouwen in NRC Handelsblad beschuldigd van toch verkrachting en hele ernstige zaken. Hè? Stalking. Wat is de motivatie dan daarvoor om dat te verbinden aan dit kunstwerk? Ik denk dat Juliaan zich aandient. Dus wij bevinden ons in een bepaalde positie waarbij Juliaan het gevoel heeft... deze mensen... Daar aan hun wil ik eigenlijk laten zien wat mijn kant van het verhaal is. Mm-hmm. Dat is zijn motivatie. En, ik wil dat wel zien. Ik wil dat wel horen. Wat wil jij wel zien? Wat Juliaans verhaal is. Oké. Okay. En dat doe je natuurlijk niet door Juliaan op een stoeltje te zetten en te zeggen... Oh Juliaan, wat is jouw kant van het verhaal? Nee, maar dat doe je kennelijk door hem op een paard te zetten... Ja. En bloemen te strooien. Ja, bijvoorbeeld. En waarom hoor je dan dat verhaal beter? Nou, je bent in het begin aan het onderzoeken. Wie is Juliaan Anderweg? Vooralsnog heb ik eigenlijk alleen nog dat in de eerste instantie alleen dat beeld wat naar voren komt uit het NRC-artikel. Mm-hmm. Op dat NRC-artikel kun je van alles zeggen. Over hoe dat geschreven is en hoe hij bijvoorbeeld vergeleken wordt met de Harvey hij wordt de Harvey Weinstein van de kunstwereld genoemd. Dat is een vergelijking die helemaal de plank misslaat. Omdat hij natuurlijk helemaal niet iemand is die in een positie van macht verkeert zoals Harvey Weinstein. Hij is een opkomende kunstenaar in een wereld waar hij helemaal niet aan de touwtjes trekt of zo. Mm-hmm. Zoals iemand als Harvey Weinstein. Dus die mm-hmm. vergelijking die laat ook iets zien over de wens van de schrijvers van het artikel om zo'n grote vis als een Harvey Weinstein te vangen. Ja. En is Juliaan Anderweg die vis? Dat kun je dan dus bijvoorbeeld afvragen. Nou, als Sint-Lucas die grote vette eland is, zoals jij hem noemt, in de film die jullie gemaakt hebben, nummer 23, dan is Juliaan Anderweg misschien wel de grote vette vis. Ja, misschien op een andere manier. Dus misschien is Juliaan Anderweg nu wel heel interessant en een vette vis, want ze hebben het hem gemaakt. Het NRC heeft hem ja. gemaakt. Dus je wil wel zien van wat is de. Oké, okay, wat is. Er zijn meerdere Juliaans ontstaan inmiddels. De Juliaan uit het NRC-artikel. Het NRC heeft hem ook afgebroken op goede gronden. Nou ja, daar kunnen we over twisten, maar dan moeten we dat artikel erbij nemen. Dan gaan we woordelijk dat artikel bespreken. Dat is ook interessant. Maar andere avond. De reden ja, om maar... dus Juliaan Anderweg op een paard te zetten is eigenlijk omdat je wil laten zien: dit is een mysterie. En het is duister, mensen zijn er bang voor. En wij willen gaan kijken naar dat mysterie en het natuurlijk... En wat is dan het mysterie? Ik bedoel, het feit dat die vrouw mishandeld? Nee, je wil weten waar mensen dan precies zo bang voor zijn als hij op dat paard zit. Als hij op dat paard zit. Want hij gaat er niet van afspringen en je verkrachten. Dat maar die vrouwen niet... zijn natuurlijk wel... Nou, misschien zijn sommige mensen daar wel bang voor. Misschien zijn sommige mensen daar bang voor. Maar dat vind ik bijvoorbeeld al interessant. Dat dus iets is wat door het hoofd van mensen gaat. Of zijn ze bang van, oh, misschien nu sta ik onder dezelfde open lucht als Juliaan Anderweg. Kan dat wel? Misschien zijn ze ook wel gewoon ontzet dat iemand die hun leven kapot heeft gemaakt of zo geëerd wordt.
Ja, maar dan zou je, dan moet je, ja, ik denk niet dat het, dan neem je dus zo'n beeld als een paard, heel letterlijk, heel eenzijdig. Dan zeg je dat is ere. Terwijl is natuurlijk, er is ook een andere, je hebt ook te maken met iemand die echt verguisd is. Iedereen haat Juliaan Anderweg. Mm-hmm. Ook mensen die het artikel niet hebben gelezen, haten Juliaan Anderweg. En hij komt daar op een paard en je ziet hem heel erg trillen. Hij vindt het heel erg eng. Mm-hmm. Dus dat is ook iets wat je ziet als je daar staat. Ja, dus goed, hij vindt het is voor hem ook heel eng omdat... Maar jullie wekken de indruk dat je iets wil te nemen. Je wil hem uncancelen. Terwijl daadwerkelijk een aantal mensen natuurlijk... je zegt, ja, hij is niet de Harvey Weinstein. Nee, Amerika is groter. Maar hij had natuurlijk wel echt wel degelijk een machtspositie ten opzichte van zijn slachtoffers. Dus, hoe bedoel je? Nou ja, hij had een machtspositie als grote kunstenaar ten opzichte van een hoop van zijn slachtoffers. Ik denk niet dat dat waar is. Ik denk niet dat hij zo'n statuur had. Dus binnen de kunstwereld had hij natuurlijk wel een machtsverhouding die misschien vergelijkbaar is met iemand die grote films kan maken voor filmsterren. Ik had voor dit artikel uitkwam nog nooit van hem gehoord. Dus dat, en ik ben kunstcriticus. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet niet of dat iets over hem zegt of over de kunstcriticus. Ja, het zegt misschien iets over mij, maar het zegt ook wel iets over zijn machtspositie. Maar daar geloof ik niet in, dat dat zo was. Dat dat zo maar goed, onomstotelijk was. Jullie verbinden die performance, zeg je. Dus hij zit trillend op zijn paard, hij vindt het eng. Jullie verbinden die performance bij de eerste screening van je film met hem. Hè, dus met het beeld wat hij neerzet, wat hij heeft, wat jullie kennen. En dat verbind je aan een avond over Sint Lucassen, die boeken schrijft als Avondland en Identiteit, waar hij een vrouw op een paard zet. Wat gaat over seksualiteit, over de macht van, in zijn ogen, vrouwen die te groot is. En hij zegt letterlijk, dingen als, als we de emotionaliteit van vrouwen leiden laten zijn bij het voortplanten van de mensen, dan komen we helemaal nergens. Dus vrouwen moeten niet naar geluisterd worden, want anders hebben 20% van de mannen alle vrouwtjes. We moeten ze eerlijk verdelen. Hè? Dus toch wel een verkrachtingscultuur, iets anders verwoord. En bij die film presenteer je Juliaan Anderweg, de man die in Nederland op dit moment symbool staat voor verkrachting. Dus je verbindt dat beeld aan het beeld van je kunstwerk. Ja. Opvallende actie. Het is ook opgevallen, om het Linda Buiten te zeggen, iedereen was wakker. Ja, ik denk ook dat je... Het gaat er natuurlijk ook om dat je... Wij maken dus die films zoals we ze maken met die kritiek op de kunstwereld. En dan komen bepaalde mensen op je af. Dus bijvoorbeeld zo iemand als Roesbee, dat is de jongen die aan het einde van het artikel genoemd wordt als de jongen die samen met Anderweg, geloof ik, met een tampon, een meisje. Er wordt een jonge man genoemd zonder naam, maar dat is Roesbee. Die komt naar ons toe. En in zijn kielzog even later ook Juliaan Anderweg. En tegelijkertijd komt Sid ook op ons af. Dus wij hebben te maken met... Bepaalde verstekelingen van de maatschappij die bij ons terechtkomen. Mm-hmm. En je kunt dan zeggen, nou nee, ik stuur jullie weer retour. Mm-hmm. Zo. Of je zegt, oké, maar kennelijk komen jullie komen om met een bepaalde reden op ons af. Jullie denken dat wij iets gaan bieden. En ik wil wel weten wat jij denkt dat ik ga bieden. Dus jullie hebben een soort honeypot. Daar komen alle mensen op af. Ja. En dat klinkt heel passief van jullie, heel willoos. Maar je maakt toch gewoon een film? Ja, dat is ook zo. Die performance maak je toch met die Anderweg op dat paard. Ik bedoel toch niet, hij komt er aandrijven, maar het is geen wrakhout. Nee, ja, nou misschien... Ja, misschien dat... De context was natuurlijk ook de presentatie van de schilderijen van Tariq, de tentoonstelling. En hij noemde dat de Unsafe House. Dus misschien dat jij iets wil zeggen daarover, over hoe... Nee, ik wil wel doorgaan, maar misschien dat het jij als kunstenaar dat wel. Mijn microfoon. Ja, dat nee, dat doe ik dan maar even. Okay. Want anders dan zijn we er weer in geen. Ik hou me vast, ook voor je doe ik altijd. Oké. Okay. Ja. Ik wil eerst nog iets zeggen wat Linda zei, dat dat zit dan misschien wel. Staat die aan de microfoon? Deze ook? Hallo, test, ja. Dat wat er met Sid gebeurt misschien een vorm van seksueel geweld is, omdat Sid zijn toestemming introk gedurende de film, dat zien we ook in de film. Maar volgens mij is het ook zo dat de toestemming van Jeannie
afhankelijk was van het feit dat we een film gingen schieten. Ze heeft niet toestemming gegeven om iets leuks te doen met Sid, zoals dat soms in de media volgens mij Chris Albers heeft gesuggereerd. Nee, het was duidelijk dat het ging om een film. Het is zelfs zo dat het cadeautje wat Sid in de film geeft een stil heeft vanuit de advertentie die Genie geplaatst heeft en waar ze duidelijk in zegt dat alleen mensen die serieus in beeld willen en seks enzovoort 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 en die moeten een videootje insturen om door de ballotage te komen van Kirak om te kijken of ze mee mogen doen aan die pornofilm. Ja, nou, dus daar heeft... Dat is een ander onderwerp, maar oké. Okay. Nee, ik kom ergens op terug, dat mag wel. Ja. En het is dus duidelijk dat Sid die film volledigheid heeft gekeken, want hij heeft een filmpje ingestuurd dat daarover ging en hij heeft dus bewust meegedaan aan een project waar hij dus enzovoort... We hadden het nu over... Dat is het punt van Duits. Nee, maar ik mag ook eventjes, toch? Ja, nou, dat weet ik niet. Nee, mag het niet, dan ben ik klaar. U mag kiezen of ik doe mijn woord hier. Je wilde antwoord geven... Nee, ik werd bijna gedwongen om dat antwoord te doen. Dat wil ik ook wel doen, maar ik wil eerst even mijn zin afmaken. Mag dat? Of heeft u er geen tijd voor? Zin mag je afmaken en dan hebben we het graag over dat punt. Nee, maar ik wil het even over dit punt hebben. Is dat ook goed? Nee. Anders ben ik niet geïnteresseerd in een ander punt. Dank u wel, meneer. Dit heb je gemaakt, het punt. Dat was ook afgerond, dat is duidelijk. En kennelijk wil je niet uitleg geven. Of andere weg hoeft niet. Maar dan ben ik jou klaar voor. Maar dan moet je me uit laten praten. Goedenavond. Ja. Ja, doet u de deur maar dicht, maar en ook niet meer open gaan. Goed, Tarik wil er geen antwoord op geven. Jij hoeft er geen antwoord op te geven, maar we kunnen het punt ook verder afgesloten laten. Nee, wat is eigenlijk de context is van die avond, was de presentatie van Tarik's schilderijen en hij heeft zijn galerie de Unsafe House genoemd. En dat heeft te maken met dat gevoel wat je begint te krijgen op het moment dat je dus in die haven bent van al die figuren, dat strand waar al die figuren op aanspoelen. En daar gaat... en zodra je daar eigenlijk beeldend mee omgaat met die figuren, zodra je die als een soort horrorshow gaat presenteren, je eigen die toestand, dan brengt dus een zekere hiërarchie aan in iets wat enigszins willekeurig voelt. Dan kun je ook gaan handelen met die mensen en je kunt echt gaan bekijken wat voor culturele situaties er ontstaan als je dus bijvoorbeeld zo'n Juliaan op een paard zet. Want je krijgt dan niet alleen te zien wat Juliaan zelf wil, maar ook hoe andere mensen daarop reageren. Dus je maakt eigenlijk je doet een soort overdrijving van het idee dat hij absolved zal worden. Iets wat hij zelf natuurlijk verlangt. Mm-hmm. En tegelijkertijd laat je zien dat niemand dat kan doen voor hem. Want als je hem op een paard zet, dan wil iedereen hem er onmiddellijk van afrukken. En ik denk dat in die weerwaar van emoties eigenlijk ontstaat een soort ruimte om weer naar die situatie te kijken. Dus... Want omdat iedereen zoveel belang heeft bij dat verhaal, is het heel moeilijk om daar objectief naar te gaan zitten kijken. Dus je moet inbreken in het verhaal, je moet je hakker tussen zetten, je moet gebruik maken van symboliek om dat verhaal open te breken en te kunnen bekijken. Het probleem is natuurlijk alleen dat hij is niet alleen een symbool als je op een paard zet. Ik begrijp dat verhaal wel over symboliek, maar hij is ook een mens en er zijn ook mensen die daadwerkelijk door hem beschadigd zijn en verkracht. Dus hij is niet alleen een symbool, hij is ook een echt iemand. En het is ook echt gebeurd. Ik weet niet, zeg maar, ik weet vooralsnog niet wat er is gebeurd. Mm-hmm. Dat is één. En twee, ook als hij die dingen heeft gedaan waarvan hij beschuldigd is, vind ik dat je een film over hem moet kunnen maken. Oké. Ja. Ik wil graag gaan naar onze tweede kunstcriticus. De eerste was geen kunstcriticus, maar mediacriticus. Maar de tweede is, dankjewel, Kate, Sina, dank, hartelijk dank. APPLAUS